Dames en heren, hier is hij dan, Wim Kieft. Ja, Wim, daar zitten we dan. Ja, ja. Het is wel ver, hè? Ja, ja, de grote show, hè, in Maassluis. Of all places. Ja, wat staat er te gebeuren? Ja, een bruisende show met een van de grootste personalities van het Nederlandse voetbal. Wim Kieft. Ja, maar weet je wat het is? Kijk, wij doen dit wel vaker, hè? Is dat zo? Jullie gaan, dit is toch een soort première, naar wat ik ervan begreep, bij De Wereld Rijdt Door en zo? Het is een soort première van dat de mensen het weten. Oké. En als ik, het blijkt dus, ik zei tegen Eddie, weet je wat ik ga doen? Want elke keer als wij ergens waren, dan zaten er best gewoon wel weinig mensen of zo. En dat is ook prima overigens, dat maakt niet uit. Dus ik zei, nou, dan ga ik het gewoon een keer roepen, tv. We doen dat al jarenlang en het is gewoon geouwe hoer en gelul in de marge, kun je dat noemen. Want de zelfsport is onze tweede natuur. Ja. Maar ik neem Wim eigenlijk mee op een avontuurlijke reis door zijn loopbaan en zijn leven ook natuurlijk. De zaal is nu nog leeg. Die gaat zo open, begreep ik. Heeft het geholpen al die promotie? Die meneer die hier de hele wereld loopt. Of een beetje overal dus microfoons aanreikt en zo. Ja. Die zei heel plechtig, de zaal gaat zo open. Ja. Ja. En uitverkocht? Het is uitverkocht. Ja. Nou, er was één kaart nog over en daar zetten we mijn dochter op. Hoe is het gesteld met de zenuwen dan? Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen. Je ziet er heel zenuwachtig uit. Het doet me niet zo veel. Gaat beginnen, hè? Vol. Volle bak. Het is wel gewoon gezellig, weet je. Ik vind het gewoon gezellig. Hier is hij dan, Wim Kieft. Wie van u heeft de afgelopen week pas besloten om hier vanavond te zijn? Even kijken. Ja. 90% Wim. Zoveel andere gasten wilden er niet meer komen in dat programma. Zijn we zo langzamerhand werkelijk iedereen. Vanwege die Sjaak-Trost is zo beledigd, jongen. Maar goed, daar komen we zo misschien nog even op. En ik denk niet dat Sjaak-Trost ooit nog in het programma komt. Hij zegt, nou, dames en heren, we kunnen niet landen. Want er zijn te veel mensen op de benen in Amsterdam en op en rond Schiphol. Dus we wijken uit naar Eindhoven. Toen dacht ik, nou, ik bedoel, ik woon toevallig in Eindhoven. Dus ik zei tegen die Michos in het vliegtuig, kan ik dan? Hij zegt, nou, volgens mij ben jij niet goed bij je hoofd, zegt hij. We moeten nog naar Amsterdam. Je zei er net van, respect voor mijn vrouw en kinderen. Voor mij hoef je geen respect te hebben, want ik heb er een teringzootje van gemaakt. Ik ga zo meteen applausje geven aan jou, want als je dus heel bekend bent en dit doet, en zo voor de dag komt, krijg je van mij alle respect van de wereld. Dankjewel. Bepaalde als rest nog als afsluiting? Of? We gaan boeken tekenen. Kijk, dat wij hier nu in die foyer staan, dat is ook allemaal. Dat deden we anders ook allemaal niet hoor. Er komen nu heel veel mensen kijken gewoon. Hé joh, maar je praat gewoon over jezelf, hè? Eigenlijk als je hier zo in zo'n zaal zit. En ja, je moet zorgen dat het niet te zwaar wordt. Want dat kan het natuurlijk worden, hè? Als het alleen maar over dat gebruik gaat en zo. Nee joh, ik vind het hartstikke leuk. Hey, gauw zeg, kijk jij nou eens. Jongens, zet jij daar nou eens een keer Wim Kieft op. Wat staat er nog meer op het programma? Nou ja, we gaan nu volgende week vrijdag naar Drachten. Daar zijn nog kaarten te koop. En die vrijdag daarop in Bodegraven. En daar zijn ook nog kaarten te koop. Op een gegeven moment werden er ook vragen gesteld vanuit de zaal. En dan, ik heb ook wel het idee, je bent ook voor heel veel mensen wel een voorbeeld, zeg maar. Ja, hoe is dat voor jou? Hoe zie jij dat zelf? Hoe ga je daarmee om? Nee, zo bekijk ik dat helemaal niet hoor. Ik wil ook helemaal niet in die functie komen van Wim Kieft. Ga het allemaal even vertellen hoe het allemaal is met die verslaving en zo. Hoe dat in elkaar zit. Nee, kijk, het leukste is natuurlijk als je gewoon een beetje uit je eigen ervaring kan vertellen. En die mensen hebben er wat aan. Of je zet ze misschien door wat jij vertelt op een spoor. Wat boekjes getekend en verkocht? Ja, die waren nog over. Er waren nog wat boeken over, dus ik had zoiets, nou dan neem ik die boeken ook maar mee. Dus nou ja, goed. Ja, weet je, normaal gesproken springen we meteen in de auto en had ik nu al thuis geweest. Het is nu gewoon wat later geworden. Ja, maar nu trek je volle zalen, dus er nog dit erbij. Ja, maar ik ben er nu al klaar mee. Ik ga nu lekker naar huis toe eigenlijk. Word je een beetje moe van YouTube?
Download dan de app van Veronica Insight.